Op een dag zat ik met een groepje klasgenoten bij mij thuis televisie te kijken. Mijn ouders waren een avondje uit. De postcode loterijshow was op tv en het leek of ze bij ons in de buurt waren. Nu de grote vraag, waar zijn we terechtgekomen? Ja, kijk, dat is op de straat daar. Zo leuk. Is dat jij? Dat is mijn straat. Zo, heel. Kijk, plotseling ging bij ons de bel. We deden de deur open. En daar stond iemand van de tv-show. Hallo, bent u van de familie De Rijken? Zowel heeft hij nu een prijs van 8 miljoen gewonnen. 8 miljoen gewonnen. Maar dat is dan met de handen, alsjeblieft. We waren super blij. Met de duurste limousine die in een heel Rotterdam te krijgen was, vertrokken we van huis. Ja, waar willen we naartoe? Naar Rotterdam Airport! Yeah! Met de privéjet gingen we naar Parijs en maakten een rondje over de stad. We gaan naar Parijs. Als je nu naar buiten kijkt, zie je de Eiffeltoren. Wow! In de Efteling waren we helemaal alleen en konden zo overal in zonder te wachten. In het restaurant bestelden we alles wat op de menukaart stond en we aten ons buikje rond. We willen alles. Willen jullie wat te eten? Ja. En alles. 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 Oké. Tijdens onze hete luchtballonreis over Rotterdam zag Maria opeens hoe laat het was. Oh, oké, het is al zo laat. Maar, ze komen mijn auto's thuis. Shit. Hé, ik geef je 10.000 euro als je ons in de tuin afzet. Oké, vooruit. Oké, dan. Je bent zelf portemonnee, toch? Mama! Ik heb even geen tijd, Mariel. We hebben 8 miljoen gewonnen! Wat is er nou aan de hand? Mama, we hebben 8 miljoen gewonnen! Van de 8 miljoen was nog maar 7,5 miljoen over. Maar dat vonden papa en mama niet erg.